De renners van de Rabobank zijn misschien de grootste blikvangers. Maar er zijn meer Nederlanders in Spanje. Zoals voormalig Rabo-renner Michel Kreder. De Hagenaar komt inmiddels als eerstejaarsprof uit voor Garmin. Hoe vergaat het hem eigenlijk in deze Vuelta? Tot nu toe is het nog echt afzien. Maar ik denk ook wel dat het mee te maken heeft. De eerste week was het hier super warm. Ja, ik denk was het 45 graden. Dat is niet echt wat ik lekker vind. En daar heb ik wel een paar dagen echt last van ondervonden. Nou, toen de tweede en derde week ben ik me eigenlijk alleen maar beter gaan voelen. En ik ben er goed doorheen gekomen, denk ik. Wat zijn dan de problemen die je tegenkomt in zo'n Vuelta? Vooral de eerste week is het eigenlijk best rustig. Maar de tweede week, ja, dan wil iedereen meezitten. En dat maakt het eigenlijk wel zwaar dat het gewoon een uur tot anderhalf uur duurt voordat je eindelijk een keer wegrijdt. En om dan mee te zitten, ja, dat maakt het extra moeilijk. Het is de eerste grote ronde voor de pas 23-jarige Kreder. Met welke opdracht laat de ploeg zo'n jonge renner dan aan een klus als de Vuelta beginnen? Eigenlijk vrij van, ja, kijk maar wat je kan doen en probeer de ploeg een beetje te helpen. En vooral wil Tyler bijstaan in de sprints, omdat Julian Dean die was gevallen net met de proloog verkennen. Dus ja, die kon al niet helpen en dan probeerde ik Tyler een beetje te piloteren naar de sprint toe. En moet je ook vooral kijken en leren? Vooral kijken en leren, ja. Je hoort gewoon veel. Het is niet echt dat ik vraag van hoe gaat dit of hoe gaat dat. Het is gewoon, je ziet gewoon wat hun doen en hoe hun ermee omgaan. En dan leer je wel beetje bij beetje wat meer. En voel je jezelf dan ook beter worden? Merk je daar iets van? Beter niet echt. Maar op een gegeven moment raak je een beetje in een ritme. En dat bevalt tot nu toe wel goed. En je moet hem uitrijden? Of wil je hem uitrijden? Ik wil hem uitrijden. Hoe kijkt hij terug op het seizoen dat voor hem zo uitstekend begon? Tot nu toe gaat het heel goed. Tot aan de Dauphiné was ik gewoon echt super en goede uitslagen gereden. Alleen dat was jammer dat ik daar viel en mijn sleutelbeen brak. Ik denk dat ik daar wel een beetje weer achterstand heb opgelopen. Wat ik nu wel merk dat ik iets minder ben. Maar heb je jezelf aanvankelijk wel eens verbaasd over de overgang? Ja, eigenlijk wel. Vooral in Catalonië en die wedstrijden rond die periode heb ik mezelf heel verbaasd. En je ploegleiding ook misschien? De ploegleiding, ja, iedereen eigenlijk, denk ik. En betekent dat je eigenlijk gewoon nog veel beter kan? Ja, ik hoop het. Ik weet het niet. Ik probeer gewoon stapje bij stapje beter te worden. En dan kan ik zien waar ik uitkom. Succes. Dankjewel.